Maar hoe staat hij in het klassement van de tweewiel aangedreven auto's? Daar heeft hij onder andere concurrentie van de Volkswagen van Hans Wijs en de Volkswagen Polo Super 1600 van Ronald Koops. Dit is Ronald Koops, overgestapt uit de Rally Sprint. Dat zijn de eendagsevenementen. Daar heeft hij een paar jaar ervaring op kunnen doen. Nu wil hij de grote overstap maken en doet dat met een echte serieuze auto. Een ex-fabrieksauto, jarenlang in België rondgereden. Een perfecte verschijning voor de Nederlandse rallypaden. Alhoewel, Koops heeft een niet al te beste voorbereiding gehad op deze Paradisfit ELE Rally. En kent de proeven niet, heeft niet verkend. Laat zich vooral in de openingsfase van de wedstrijd ietsjes te veel verrassen. Ik heb de proeven zelf niet kunnen verkennen, dus het is een beetje lastig. Maar we zullen het wel gaan zien zometeen. Maar je hebt nog niks gezien? Nee, ik ken de hele proeven niet. Hoe komt dat dan? Ik had gisteren een bruiloft. Dus dat is belangrijker dan... Nou, als bij je beste kameraden zwellen. En dus mag Koops achtervolgende openingsfase op onder andere deze indrukwekkende Renault Clio Super 1600 van Jan de Winkel. Nederland heeft trouwens een geweldig tweewiel aangedreven veld inmiddels met de Fiat Punto Kitcar van deze Michel van Westing. De auto van Roel Vastbender, prachtige verschijning. Uiteraard de Volkswagen Golf van Hans Wijs, dit keer met Bram Binnendijk. Maar ook de Ford Focus van de Belg Günther Monnes is inmiddels een vaste verschijning. Monnes die tijdens de BRV rally overstapt van de Ford naar de Toyota Celica, de oude auto van Edwin Ammering. Meer daarover volgende week. Kijk op verhard terrein. Dan kun je met een tweewiel aangedreven auto echt heel ver komen. Dit zijn parcoursjes die die auto super liggen. Op het onverhard van deze wedstrijd geeft dat wat meer problemen. Maar toch zitten de tweewiel aangedreven auto's er goed bij. Jan de Winkel opent het snelst. Zoals verwacht, meeste ervaring, Hans Wijs op plek 2. We zitten dan op de proef van Sint-Oederode. Dat is een rondkoersproefje. Kijk, je moet de eerste keer linksaf en daarna rechtsaf. Lijkt niet zo moeilijk. Maar het kan problemen geven. Hier Hans Wijs samen met Bram Binnendijk. De Volkswagen Golf. Binnendijk, jarenlang servicemonteur, af en toe navigator. Maar hier is toch wat oneenigheid in de auto welke richting de mannen moeten volgen. Dan volgt overleg. Dan heeft Wijs hier trouwens erg veel geluk dat er niemand achter hem zit. Normaal, als je twijfelt, dan rij je door. En dan pak je een normtijd. Dat is dan een hele slechte tijd. Maar dit soort dingen mag eigenlijk helemaal niet wat Wijs hier doet. Maar goed, de organisatie heeft het niet gezien. Wij melden het nu wel. Het is 2 weken na het evenement. Uitslag is al definitief, dus Wijs kan niks meer gebeuren. Allah. Wijs weet dat hij in deze rally moet gaan trappen tegen Jan de Winkel, die een pak Europese ervaring heeft, waar je u tegen zegt. En Wijs achtervolgt, maar doet dat wel in een zeer rap tempo. Ja, het gaat best wel goed. Het is jammer van het onverhard, want daar is onze auto eigenlijk niet voor gebouwd. Maar op zich gaat het goed en we zijn de bumper verloren, kwamen we achter. Een beetje veel zand geschept, denk ik. Hans Wijs met de Golf Kitcar. Wat een pracht deelnemersveld toch bij die auto's. En als we alle wilde geruchten moeten gaan geloven, dan zou er tijdens de komende wedstrijden nog wel eens een mooie verrassing aan zitten te komen. Ex-fabrieks, Super 1600 auto, dat belooft wat. Klassement zit voorlopig even op slot. Jan de Winkel verreweg het snelste. Hans Wijs daarachter, de rest mag achtervolgen. Vooral op het vele onverhard is het vooral happen naar tractie. En daar verliezen dit soort auto's toch net terrein op de vierwiel aangedreven groep N-auto's. Dit is Ronald Koops. Hij heeft tijdens dag 2 last van de hoge temperaturen en vooral concentratieverlies. Ja, ondanks de temperatuur en de warmte. Ja, we hebben wat kleine probleempjes met de wielen. Inderdaad, wat toeprandjes hier en daar meepikken. Of dat concentratieverlies is of gewoon scherp rijden, dat houden we even in het midden. Maar ja, we zijn best wel tevreden met de tijden. Vanochtend had ik een enorm wak, maar het begint steeds beter te gaan. Ik had ontzettend last van mijn voet, van de trilling van de auto. Maar het begint nu een beetje beter te zitten. En het ritme komt terug, dus misschien zit ik in een soort herleving. Het Nederlandse rallypubliek lijkt optimaal te genieten van het geluid wat deze auto's maken. Maar vooral, je ziet de mannen werken. En dat vinden mensen leuk om naar te kijken. Dat Jan de Winkel ook 5e wordt met een 2-wiel aangedreven Renault Clio geeft aan dat hij een aardig potje kan sturen.